Ik weet wie dat zijn. Wil jullie een snoepje? Allemaal zo rode brabbelkens. Oh ja. Ik ben zo opgejaagd. Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag voor ons. En er is net een heel mooi meisje, ten eerste een heel lief meisje, de kattentippie komen kopen van de katjes. En die, ik weet haar naam niet, want Sam heeft het geregeld. Maar ik zal eens vragen aan Sam hoe dat ze noemt. En die heeft snoepjes voor de katjes meegebracht. En nu heb ik spijt dat ik niet heb gevraagd als ik niet even binnen wou komen, de katjes dat zou zien. Maar ja, oké. En de katjes zijn heel excited, hè? Wil jullie een snoepje? Ja! Ik zal ze een snoepje geven. Ja! Mensen zijn altijd zo lief, hè? Brengen jullie altijd snoepjes mee? Dat is leuk, hè? Zeg! Dat is fijn, hè? Wacht, hier. Kijk eens, en daar zijn jullie favorietjes. Daar zijn jullie ja, muffin. Rustig aan, hè? We krijgen er genoeg hoor. Hier, Sheldon. Shellyke hier. En Muffin. Milky hier. En Muffin hier. Zo staan. Dat is lekker hè. Ja. Oh, dat is schattig. Katjes zijn aan het smullen vallen. Dat is zo lief hè. Jullie hoeven echt geen dingen mee te brengen. Maar het is wel heel lief, natuurlijk. Als jullie dat doen, dat is heel fijn, maar dat is echt niet nodig. Maar de katjes are loving it, hè. Oh, nu heb ik echt spijt. Misschien wou die de katjes eens zien, hè. En ik heb niet gevraagd als die eens even wel komen kijken, maar haar mama zat in de auto, denk ik, te wachten. Er zat iemand in de auto al sinds. Dus ik dacht, ja. Maar de katjes vinden het echt heel lekker, hè. Shelly, oh Shelly heeft er geen meer. Hier Shelly, ik krijg nog twee. Shelly krijgt er altijd minder. Hier Shelly, kijk eens. En Shelly kan ook enkel van dat dingetje eten. Zo. Dat dekseltje. Ik moet dat er echt op leggen. Want anders dan eet hij dat niet. Dan kan hij dat niet. Heel graag. Hesmelke. Dat is lekker, hè. Dat is lekker, hè, Schmel. Ziet het nog? Heeft hij moeite om dat te pakken, hè? Ik zal het tegenhouden. Heb je het hier? Ik zal het tegenhouden. Pak het maar, hoor. Goed zo, ja. Allee, Schmelke. Die kan dat echt niet, hè. Goed zo. Het is op. Dat is lekker, hè, schatties. We zeggen jullie dankjewel. Dankjewel. Hey, kus. Hier zijn we weer. Yep. Back together. Yes. Ik heb niks meer gefilmd vandaag, hè. Ai, ai, ai. I'm sorry, but it was such a busy day. Echt ja, waar. Laat van de volgers alles maar in de steek. Ja, sorry. Ik heb van alles voor mijn huis nog geregeld vandaag. Nieuwe collectie geshoot en online gezet. Best veel. Die staat nu online als er nog iets overschiet natuurlijk. Er zijn super cute bikinis bij. I really love them. Ja. Ja, ik heb ze ook voor mezelf gehouden. Het begint hè. Summer is coming hè. Ja, inderdaad. Zalig toch. Oh, godverstaat nu. Rustig, meisje, rustig. Ik ben opgejaagd. Ja, ik zie het. Ik ben zo opgejaagd. Dat is wel fijn dat de bikinis er al komen. Hè? Dat wil zeggen dat de zomer eraan komt en de lente. Al misschien dit weekend nog sneeuwen. Ja, maar ja. Misschien zijn er al mensen die vakantie geboekt hebben of zo. Ja, dus wij gaan over dik 2 weken op vakantie. Ja. Dus ja, leuk hè. Ja, leuk. Weet je wat nog leuk is? Nee. We gaan nu uit eten. Ja, we gaan uit eten. We zijn er bijna. Best friends. Het is hier een beetje verder rechts. Hè. Rechts? Rechts, dat is mijn kant hier, deze kant. Ja, ja. Ik ben niet goed
dat? Ja. Oh, dat ken ik. Ah, dat ken ik. Ik ben er nog nooit gaan eten, maar waar moet ik... Hierin, waar die auto uitkomt, ja. Ja, we gaan eten met onze best friends, hè. Weten jullie wie dat zijn, onze best friends? Ik weet wie dat zijn. Wat is hij? Het is... Nice family! Ga maar in. Hallo? Okay. Nice family! Ja, ze zijn er al zeker. Ja, we zijn ook wel kwartier te laat. That also comes with the busy day, hè? Being too late everywhere. Yes. Ja, we zijn busy. Maar we zijn er. Maakt niet uit, we zijn er. En we hebben al honger. Allee, ja, ik toch? Ook? Ja, honger ass. We gaan eten trouwens met 241 hebben we weer geboekt. Ja. Super cheap. Altijd, ja, super cheap. En super lekker. Super lekker. Also. Okay, come. We're going inside. Let's eat. Goed voor Celine en mij. Ja. We zijn wel een goed team en ons vier. Met vier man er ook goed over nagedacht hoe we dat eventje gaan aanpakken. Ja. En wat we speciaal kunnen doen voor jullie die komen. Als je met vier bent, dan zou ik altijd wel tof dat je zo ook andere ideeën hebt. Ja. Omdat jullie ook heel creatief zijn. En dan is dat voor ons ook zo van, ah ja, dat kan. Even zo'n andere kijk erop. Ja, hè. Dit kunnen we doen. Ja. Maar jullie zijn er elke dag mee bezig en wij staan nog zo'n beetje buiten, dus soms is dat goed van zo is een ander. Ja, soms ook anders, hè. Dus we willen gewoon van volgende week donderdag voor de stock sale van Totally Two er echt gewoon een super, super top eventje van maken. Voor iedereen die komt. Keigezellig worden. Voor iedereen die komt. Ik weet niet wie dat er kijkt die komt. Als jullie komen, laat het mij weten onder in de comments. Ah ja, zeker laten weten. Het gaat echt super tof worden. En ik kan al zeggen dat er goodie bags gaan zijn, wat ook leuk is. Dat zou ik persoonlijk het leukste vinden. Nee, ook gewoon om te shoppen. Gezellig samen zijn en shoppen. Ja. Want geef toe dat het iedereen graag. Dus ja, het gaat echt leuk zijn. Ja, moest je erbij zijn, laat zeker iets weten in de comments. En kijken we er naar uit om jullie te zien. Daar. Ja, Sam en Nick gaan er trouwens ook zijn. Ja. 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 Oké. Ja. Ja. Hey. Waar is er? Waar is er? Hebben ze nog eten? Heb je nog eten? Of niet? Nee. Moet ik eens gaan kijken? Kom, we gaan eens kijken. Oei. Arme katjes, uw eten is op. Ja, ik kan je nu eten maken. Sorry vriendjes. Oh, jij ook al. Sorry, sorry. Ja, alsjeblieft vriendjes.
Alsjeblieft, sorry. Nog eens sorry. Aanschuiven. Ja, eet maar lekker. We zijn dus thuis en het is tijd om te gaan slapen. Yes! Yes. And I'm washing my beauty blender. Waarom praten we vandaag zoveel uit? Vandaag? Altijd. Doen we dat altijd? Ja, dat doen we dat altijd. Allee, onderhang toch? Wat je doen? Mijn beauty blender aan het wassen. En je ziet, ik heb die heel lang mee gewassen, dus nu is dat wel echt. Oh ja, ik zie het, amai. Nee, ik weet niet als je dat op de camera ziet, maar op mijn voorhoofd allemaal zo rode brabbeltjes. Oh ja. Ziet je dat? Ja. Ik weet niet wat dat is. Ik was aan het denken, ik heb wel. Mijn producten van Bruno Vasari zijn allemaal op. Er zit hier nog in de kast, maar het is allemaal op. Dus ik heb, zelfs gisteren op mijn gezicht gebruikt. Ah, dit heb ik gebruikt op mijn gezicht gisteren. Keramidin of zoiets van Dr. Chart. En ik had allemaal van deze morgen al zo'n rode brobbels op mijn voorhoofd. Dat heb je normaal nooit, hè? Nee. Dus ik weet niet. Moet nieuwe productjes bestellen van Bruno Vasari. Onze Bruno's, hè? Onze Bruno, help mij. Maar ja, het is op. Dus nu doe ik maar deze aan op mijn gezicht. Dat dan hopelijk morgen weg is. Maar het is geen ramp, hè? Het is geen ramp. Still looking beautiful. Ja, echt waar. Nog altijd. Nog altijd knap, dat schatje. Ja, Jenny is ook knap. I like Jenny. Dank je. Ga ons bedje in kruipen. Ja, ik ben nog de vlog aan het uploaden voor vrijdag. Ah ja, oké. Want morgen kan ik voor niet. Vrijdag, morgen ben ik heel dag weg. En als ik het vrijdag ook veel te druk heb, dus ik ga die nu al opzetten. Slim. Voorbereiding. Voorbereiding is de sleutel, hè, tot succes, hè. Dat is waar. Dat is echt waar. Goed bezig, schatje. Voordat we gaan slapen, gaan we eerst nog de comment of the day doen. En die komt vandaag van Elke Sai. Mm-hmm. Denk ik toch, hè? Wat is Sai? Sai. Is dat wel een saai naam? Je bent zo funny, hè? En Elke zegt, ik zou graag jullie vlogs elke dag zien, want we hadden gevraagd in de video toch als wanneer, als we het weekend ook moesten verder of niet. Ja, inderdaad. Maar iedereen reageert echt van elke dag te blijven doen, dus we do it. Oké, we do it. Every day. Maar ik dacht misschien, als de mensen dat stom vinden om het weekend te kijken, dan gaan wij ook onze tijd daar niet in steken. We doen dat graag. Ja, maar als we dat voor niks doen, we steken er heel veel tijd in. Dus ja, maar oké, fijn dat jullie dat willen. Dan weten we dat we dat ook niet voor niks doen natuurlijk. Dat is true. En ze zegt ook nog, als ik een vlog niet kan zien, kijk hem graag de dag erna. Oh. Dat dacht ik ook wel, hè. Mm-hmm. Allee, ja, dat is fijn. Als je dan toch niet hebt kunnen kijken de avond zelf, dan wel nog de volgende dag. Ja. Dat is heel lief, ja. En Sheldon is toch een schattig, hè? Sheldon. Mom, Sheldon. Wat lijkt hier? De vrouw is toch. Echt waar? Altijd jij, hè? Babyke. Maar je bent ook echt een schattig, hè? Ja. Liefste schattig. Nee, we hebben alle drie liefste schattigjes. Hoe ligt die hier? Die daar nu hangen. En niet één pot hier. Snorke. Leg je goed zo? Denk het niet, hè? Ja? Oké, wij gaan de vlog afsluiten voor vandaag. Mm-hmm. En wij zien jullie morgen!